Op dinsdag 31 augustus en op woensdag 1 en donderdag 2 september werden op Sportpark Het Rood in Asten de ERIMA voetbaldagen gehouden. De organisatie was in handen van Kern Gezond, het bedrijf van ex-profvoetballer Maurice Graaf, in samenwerking met ERIMA en NWC. Maurice Graaf van Kern Gezond. Voor de hoeveelste keer ben je hier? Achtste keer is al achtste keer dat we de ERIMA voetbaldagen organiseren. Ja, dat is ook de achtste keer dat je al die jaren doet, of niet? Ja, acht jaar op rij al. Dus we willen op naar die 10, hè? Ja, maar je doet dan niet alleen de ERIMA voetbaldagen, of niet? Ja, wij doen heel veel op het gebied van gezonde bewegen, gezonde voeding, gezond gedrag. Op scholen, instellingen, bij verenigingen. Maar qua voetbaldagen is dit de enige, ja. Ja? Hoe is dat begonnen? Want meestal vroeger, als een voetballer stopte, dan begon hij een sigarenwinkel, maar die tijd is voorbij. Hè? Nee, ja, mijn hart ligt echt bij de jeugd. En om de jeugd in beweging te krijgen en ook een beetje kennis mee te geven over gezonde leefstijl. Dat komt er gelukkig steeds meer. En na het voetballen ben ik inderdaad sportkampen gaan organiseren. En daar had ik Arjan Verheid van ERIMA natuurlijk als grote leverancier van de sportkleding. En die heeft mij op een gegeven moment gevraagd, God, in Asten willen we een nieuwe weg inslaan. Dat we het voetbal, het plezier, maar ook het gezonde leefstijl moet onder de aandacht komen. En dat komt allemaal samen hier in die ERIMA voetbaldagen. En dat is wel heel mooi. En hoe belangrijk is voetbal hier? Voetbal is heel belangrijk, want ze zijn allemaal hier omdat ze voetballen leuk vinden. Ja? Maar tegenwoordig moet je kinderen wel heel divers een aanbod kunnen doen. En ook af en toe, zoals met die zeepglijbaan, buiten het voetballen durven te treden. En dat is alleen maar, dat zorgt er alleen maar voor dat er nog meer plezier is in de totaal, maar ook in het voetbal. En plezier is 2 jaar groter, omdat ik zie een soort ontlading van al die coronatijd bij de jeugd en bij jullie, of niet? Ja, ja? Daar lijkt het wel op, ja. Maar dat is ook niet gek, hè. Dat binnen zitten en dat niks mogen, dat nou langzaam losgaat en dat merk je. Maar het is niet zo dat je hier talenten gaat ontdekken, het is geen scoutingsgedoe. Wij zijn geen scoutingsapparaat, maar hier zitten wel een paar talenten bij, hoor. Ja, zie je toch wel? Dat zie ik toch wel, ja. Ja. En dan? Ga je er eens maar verder mee doen, of niet? Nee, dan vraag ik wel van, waar voetbal jij? De meeste zijn dan bij NWC of bij Zomeren. Ja. En dan hoor je wel vaak, ja, maar ik zit ook bij Helmond Sport en af en toe al. En ja, dan denk ik, oké, ze hebben hem toch al gezien. Dan denk ik, dat is goed. Ja. Gaat een flink team achter je, of niet? Ja, maar de moeder ook. Heel enthousiast. Ja. Enthousiasme vind ik het allerbelangrijkste. Ja. En hoe je met kinderen omgaat. Ja, dus fair play is wel heel erg belangrijk bij jullie ook. De mooiste prijzen zijn fair play, dus daar gaat het om, ja. Waar wordt dan op gelet? Hoe sociaal iemand is in het team met opruimen, tafels opruimen. We eten natuurlijk iedere dag hier een gezonde lunch. Hoe verhoudt iemand zich? Hoe behulpzaam is die? Reageren naar teamspelers als ze wat fout doen of naar de scheidsrechter? Dat soort dingen. Ja. En dan kijken we dan morgen bij de prijsuitreiking. Ieder team heeft een winnaar qua fair play. Maar ja, volgens mij, voor mij zijn ze eigenlijk allemaal winnaars. Want hier gebeurt echt, dat zie je nergens zo sportief. Ja. En er komt één, zoals wij dat noemen, snoepje van het kamp. Die krijgt de algemene fair play award. Ja, dat is afwachten wie dat morgen wordt natuurlijk. Ja, en Maurice Graaf die bekijkt alles van bovenaf, want ik heb je al 2 keer gezien en boven sta je langs de balustrade een beetje als een keizer te kijken hoe mooi het hier allemaal is. Ongeveer, dat is het middagbeeld. Morgen sta ik op het veld en geef ik de techniek trainingen. Ja. Dus, en dan, ik word wat ouder, dan ben ik al een beetje moe, dan moet ik meer overzichtsmiddags. Maar versluit doen doe je ook graag, niet? Dat is leuk, hè? Ja. Extra aandacht voor keepers tegenwoordig? Ja, we hebben vandaag de keepersdag gehad. Vanmorgen hebben die de hele ochtend met de keeperstrainer zijn die aan de slag gegaan. En dat was vanmiddag ook wel te merken. Want diegenen die keeperstraining hebben gehad vanmorgen, die waren vanmiddag helemaal de pijp leeg. Dus die slapen goed. En kom je nou elke keer terug?
Ik hoop het wel. Ik vind het hier best gezellig. Ja, wat een goede richting op, Elwin! Die eerste was goed.
Het is een hele lange dag, hè? Het is nogal een ervaring zo, ja. Het is, we hebben het weertje mee. Dan krijgen de kinderen ook energie van. Dus we hebben het zwaar te verduren. Maar we hebben het er met z'n allen graag voor over. Want het zijn fantastische dagen zo. We gaan 3 dagen mooi weer zien. 3 dagen mooi weer, hopelijk, ja. We hebben nou één goede dag gehad. Dus we hopen dat er nog 2 achteraan kunnen komen op deze manier. We hebben 144 deelnemers, dat is het maximum aantal? Ja, daar hebben we de maximum aantal op vastgesteld. Dan hebben we een mooi vol programma. Goede teams, niet de grote teams. Dus iedereen kan lekker bezig blijven. En meer kon je of meer mocht niet? Wij houden een maximum van 144 aan. Zodat we ook voor onszelf de kwaliteit kunnen waarborgen. Want we hebben een best wel behoorlijke wachtlijst. Dus wat dat betreft hebben we niet te klagen en is het evenement in trek bij de jeugd. Wat komen de deelnemers allemaal vandaan? Ik denk dat 80-90% vanuit Asten komt hier, maar we hebben ook deelnemers van Zomeren, van Lierop, van Ondo, van Ommel. Dus wat dat betreft is het niet enkel een Asten iets, maar ook iets voor de omgeving. En de begeleiders komen allemaal van deze kant? Het grootste gedeelte van de begeleiders is van onszelf, van de NWC. Alleen er wordt ook een deel aangeleverd door Kerngezond. Dat is de organisatie die ons helpt bij het organiseren. Wat is nou het doel van deze dag? Ja, gewoon lekker voetballen, bezig blijven en die kinderen plezier laten maken in vakantie. Ja, dus net conditioneel is allemaal niet zo belangrijk? Absoluut niet. Het is, plezier staat voorop. We hopen ze nog wat bij te kunnen brengen voetballend, maar het staat voorop dat ze lol beleven in het voetballen en samen met elkaar en de begeleiders. En fair play zal wel worden? Fair play. Ja, hebben we ook hoog in het vaandel staan. Er zijn mooie prijzen voor te winnen. Dus die gaan we gedurende de dagen verdelen. Ja, het programma is genoeg gevarieerd. Ja, we hebben een aantal voetbalonderdelen, maar we hebben ook spellen waarin ze zichzelf kunnen testen. Dus snelheidsspelletjes, reactiespelletjes, maar we hebben ook een buikschuifbaan. En zoals je ziet, leuke spelletjes om je even uit te leven. Ja, maar best wel uitleven, hè? Dus uitleven op z'n max, ja. Dan hopen we de rest van het seizoen in ieder geval niet meer te zien op deze manier. Want dan zijn de trainers weer de sjaak. En die fietsen ligt daar, je ligt er een paar jaar nog niet meer. Fietsen gaat niet meer. Fietsen gaat niet meer. Ik denk dat die nou bij het oud vel kan. Ja. Jullie eindigen donderdag? Ja, donderdagmiddag eindigen we met de prijsuitreiking. Finales, ja. Ja, en dan hebben we eerst de finale vormen. Daar komen dan een paar winnaars tot dit stand. En daarna hebben we een mooie prijsuitreiking. En dan maken we ook de fair play spelers bekend. Dus hebben we per team eentje. En nog eentje die echt heeft aangetoond de grootste fair play bokaal te verdienen. Dus dag 1 zit erop. Denk je dat heel erg tevreden mogen zijn? Ja, absoluut. Ja, vooral omdat het weer mee heeft gezeten. Geen gekke ongelukken gebeurd. Iedereen heeft naar zijn zin gehad. Dus wij zijn tevreden. We kijken uit naar de andere 2 dagen. We staan er nog. Wat vond je van deze eerste dag? Leuk. Wat vond je het leukste? Met knal op die fiets. Ja, je moest eraf schieten. Ja. En is dat gelukt? Ja. Heb je hem geraakt? Ja. Ja, en wat ga je morgen doen? Je proef voor jullie baan. Dan mag ik daar boven de warming, jup. Toen. Ja. En morgen komt er een zeebaan. Ja, zee. Doe je mee dan? Ja. Ja. Dus je bent 3 dagen hier. Ja, ik krijg wat dorst van het niet. Ja, de ton is wel leeg. Kijk goed kwaad. Kijk nou kwaad naar de bal. Je lacht nog steeds, je moet kwaad kijken. Ja, dat is het. Klasse, nou gaat het gebeuren. Ja,
Braziliaans talent. We hebben een team, het uitzicht. Ieder beschadigd. Jure Bennebroek heeft gewonnen. Ja. Dat ging sneller dan je verwachtte, of niet? Vertel eens, hoe ging het? Ja. Punt. Cool. Ja, de keeper was niks, of wel? Ja, die had de tweede bijna. Maar had je dat verwacht? Nee. En nou? Wat krijg je hier? Een beker. Gaan we instructies krijgen. En daar gaan we verzamelen voor de prijsuitreiking. Dan wil ik toch beginnen met Arjan Verheid die er achteraan staat. Arjan en Meike van Elima. Als je na anderhalf jaar corona en dat heeft er... Dank, echt geweldig. Bij NWC heel veel vrijwilligers hier. Super, ja. Hoe vind jij ze? Zullen we de beste keeper doen? Kijk jij eens waar die staat. Heb je hem al gezien? Pak hem maar. Ja, we hadden woensdag keepersdag. Maurice Bouten heeft de hele ochtend, want ze waren ook nog te laat bij de lunch. Die heeft dus echt flink met ze getraind. En hij komt en hij zegt, waren er 5 die echt keeperstraining hebben gedaan. Fantastische inzet, leuke talentjes. Ik zeg, ja, je moet er me toch eentje doorgeven die ik die keepersprijs mag geven. Dat vond hij heel moeilijk omdat het dicht bij elkaar lag. Maar uiteindelijk, onder mijn druk, heeft hij gekozen, ik denk voor de jongste, Team Nederland. Denzel, je hebt gewonnen, keeper van het toernooi. Kijken, waar blijft hij nou? Nou, geef jij hem die beker? Nou, even op de val. Oh, hier blijf je. Jij erbij. Ja, fotograaf. Ja, waarschijnlijk maandag, anders dinsdag. Weg al! Nou, als serieus kijken, we hebben gewoon. Ook voor jullie hier een vraag. Even voor het fotografen en het camerawerk. Ook jou, hier even bij hem staan, dan zetten we ze gelijk op de foto. Dus ben ik binnen, nou ja, jullie in het midden als winnaar. Hier. Zo. Kom maar bij mij, je moet de foto van die gasten. Heel goed. Goed. Daar staat. Ja. Vandaar een 1, 2 en 3. En die naam, de echte meeste punten, dat is 1 woorden. Zo. De oudste groepen. En ook weer even, ja, nee, wacht maar tot we ze allemaal weer hebben. Corrie Martens. Prima voetbaldagen. Geef ze nog een tasje, Jip. Hoppa. Kom maar hier. Moet ze nu aandrukken hoe belangrijk fair play is. En volgens mij vertel ik dit nou al een aantal jaren op rij hier. Hier is het echt ongelooflijk relaxed voetbalkamp. Ik kan me niet herinneren dat we 1 akkefietje hebben gehad deze voetbaldagen. In ieder geval is die niet tot bij mij gekomen, dat zegt ook al iets. Dus dat geeft ook wel aan hoe iedereen zich hier gedragen heeft. En dat geldt van jong tot oud. Want natuurlijk, als wij 's morgens aan het dansen zijn, dan denkt die oudste groep, maar niet voor mij. En dat wordt geaccepteerd, maar andersom wordt er ook van alles geaccepteerd. En dat is prima, zo moet het ook. Dus toch hebben wij de keuze gemaakt uit ieder team er eentje te halen die wij denken dat net iets extra's dan verdiend heeft, een fair play award. En uiteindelijk hebben we er nog eentje die niet bij die 12 zit, waar we over nagedacht hebben en waarover we gediscussieerd hebben, die we zeggen van, hey,
Dat is zoals wij dat noemen, het snoepje van het kamp. Oftewel, die krijgt de Fair Play Award van die grote beker. Maar we beginnen met de kleintjes. We beginnen met Team Nederland. En dan hebben we als winnaar van de Fair Play Award Luc van Maes. Ben jij dat? Denk je niet dat dat een fout is dan? Nee. Nee, ja. Give me the fight. Heel goed. Proficiat, jongen. Kijk even in de camera. Ja. Ja, laat maar zien wat je voor hebt. Goed zo! Diepe jongen! Kijk eens! Beker, even laten zien daar wat je gewonnen hebt! Goed zo, Ani! Heb je nog een hand vrij voor die beker? Ja. Laat hem even kijken daar! Thomas, laat hem even kijken daar! Goed zo, jongen! Jou moet ik wat vragen! Is er één moment geweest de afgelopen 3 dagen dat jij niet gelachen hebt? Nee! Nee, ja! Nee! Gaat ook niet gebeuren! Goed je best gedaan, jongen. Super. Vorig jaar ook wel? Nou, dan ben je volgens mij echt een lieve jongen. Hé, quiz gehad, jongen. Jong was jij, hè? Want jij was de enige meid, of niet? Nee. In het team, niet? Oh. Kijk, ze staat er helemaal. Goed gedaan. Ga je over, zie je al, deed jij al mee? Derde, vierde, oké. Okay. Gefeliciteerd, kerel. En terecht. Hij kan een goed voetbal ook niet maken. Ja. Pranger. Pranger, ja, Sam. Proficiat, jongen. Laat hem even zien. Super. Proficiat verder. Heel eventjes. Je moet even in de publiciteit. Ja. Nout Kutschuiter, Team Engeland! Ben je blij, Nout? Ja! Nou, laat hem heel snel zien, daar. Ga hem maar, zo, ja! Nout Kutschuiter, je hebt gewonnen! Ja! Dus, we beginnen met Team Kutschuiter! Nee. Die mogen hier toch niet? Wist je dat niet? En die krijgen van de rest van het kamp. Waarom krijg je die? Wat zeg je? Waarom krijg je die? Weet ik niet. Wow. Wat is een fair play beker? Waar is daarvoor? Waar is die beker voor? Van de Rima dagen. Bij je eigen lijnen trainers krijg je alles mee. En waarom krijg je die dan? Denk je? Niet omdat je kan zingen. Sportief. Sportief? Ben je heel sportief? Is je ook of niet? Ja? Nee, hij is groot. Wat ga je ermee doen? Op mijn kamer zetten. Alleen vandaag? Alleen vandaag? Nee, altijd. En die champagne stoppen. De Jong. Pieter van der Heijden, hoe kijk je terug op dit feest? Ja, goed. Ik ben blij dat het erop zit, maar het is goed verlopen. Dus we hebben een mooie dag achter de rug. Blij dat erop zit, het is vermoeiend, of niet? Het zijn mentaal en fysiek zware dagen, maar we hebben het ervoor over. Ja, wat zijn de mooiste momenten geweest? Nou, het is natuurlijk altijd een leuk moment dat je hier de finale spellen aan het spelen bent. Daar hebben de jongens een paar dagen naartoe gewerkt. En om ze op het laatst met 144 kinderen hun best te zien doen, dan is het natuurlijk altijd leuk. Ja, nou, ik vond zelf tegen die fiets aan trappen wel leuk. Ja, dat was wel een van de zwaarste momenten. Dat is altijd weer even een opluchting als het erop zit, maar het hoort erbij. Ze gaan niet meer liggen aan de ijs, hè? Nee, zeker niet. Ze krijgen een heel mooi pakket mee. Daar hebben ze ook hard voor gewerkt, dus ze hebben het verdiend. Volgend jaar weer? Absoluut, 100%. Naar de eigen leiders. Het was heel vet van jou dat je die beker gescoord hebt. Nou. Dat betekent dat je heel sportief bent geweest, of niet?
Nee. En waarom heb je mij dat gekregen, die beker? Voor het meehelpen en het opruimen en...